ik heb er wel schik in, dus laat het maar gebeuren. En die ruime overwinning, 3-0, 4-0, wat denk je dan? 4-1. 4-1, denk je? 4-1. En wie maakt dat ene doelpunt voor Cambuur? Ik denk dat Spierings invalt en vanaf de middencirkel terugspeelt op Koremans. En dat hij in de bovenhoek vliegt. Flashback, flashback, ja. Bosselaar TV. Gerard. Ja, Hans. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is 13 oktober. We spelen tegen Cambuur. En bijna iedereen zit in Gent. We hopen straks nog een live verbinding met Gent tot stand te brengen. Voor wat analyses en voorspellingen. Maar wij doen even de voorbeschouwing. Wat denk je vandaag tegen Cambuur? Ik denk dat, dat we snel uit de startblokken gaan. Dus ik denk dat we snel 1-0 voorkomen. Dat zou een nieuwtje zijn. Precies. En ik denk vlak voor rust 1-1. Maar aan het einde dan staan we te proosten na een 2-1. Hey, de opstelling. Bart Vriends is weer terug. Dat scheelt denk ik achterin een slok op een borrel. Hè? Ja, absoluut. Hij is wel goed vervangen, moet ik zeggen, de laatste wedstrijden. Maar Vriends erbij, dat is altijd, altijd het beste natuurlijk. Vriends erin. Zekerheidje en vecht als een leeuw. Dus ben ik blij mee, zeker weten. De backpositie. De backpositie. Saksela die speelt geloof ik niet en Dabo speelt. Moet ik zeggen dat Go Ahead uit. Ik heb hem nog helemaal gezien, weliswaar op tv. Maar ik vond dat Dabo het wel goed deed. Dat vond ik ook, ja. Ja, ik had vooraf niet zo'n vertrouwen in Dabo. Na die wedstrijd in Noordwijk. Maar tegen Go Ahead deed het uitstekend. Absoluut. Vooral ook aanvallend. Hij was fel. Dus ik zie het wel zitten, Dabo op de rechtsbackpositie. Daar ga je niet op achteruit. Niet dat Saksela slecht deed, hoor, vond ik. Niet dat hij het verdient om ernaast te staan. Maar goed, Dabo is toch door Vrezen gehaald. Dus ik kan me wel voorstellen dat daarom Dabo speelt. En als hij het waar maakt, dan kan ik me er helemaal in vinden. En dan gaan we naar het middenveld. Hè. Toch vaak een gebrekkige aansluiting tussen de bal in de verdediging en de aanval bereiken. Dus middenveld is cruciaal. Daar hebben we nu Raihi weer op 10 naast Duarte en Haroui. Ja, op zich niet zo gek. Al vond ik dat Raihi aanvallend kan die ook leuke dingen laten zien. Maar Raihi is sowieso een speler op middenveld als een aanval. Een speler die je goed kan gebruiken. Ik ben heel blij met Raihi dit seizoen. Dus ik heb het idee dat hij op middenveld wel het nodige kan aanvullen. En wie vangt voorin dan Raihi weer? Alhaft. Oké. Okay. Ja, ik ben niet de grootste Alhaft-fan, maar... Nee, meestal alleen de trainer en de rest niet. Prisa, moet ik natuurlijk wel zeggen dat bij Go Ahead uit had hij die bal op de lat. En volgens mij was hij ook betrokken bij een winnende treffer, als ik het goed heb. Want het was die ingooi, was er toen een duel met Alhaft. Ja, dat zouden we terug moeten halen. Dat zou wel kunnen, ja. Ja, dus Alhaft, ik hoop dat hij me een keer echt verrast, maar ik vind hem soms dat hij zich makkelijk weg laat zetten. Ja, Dervişoğlu had natuurlijk ook misschien in plaats van Alhaft kunnen spelen, of zeg ik nou iets heel raars? Nee, dan zeg je iets heel slims denk ik, maar die heeft gisteren al een uur gevoetbald. Dus die is er waarschijnlijk wel afgehaald om vanavond om vandaag nog een rol te kunnen vervullen, maar hij staat niet in de basis. Nee, en dat blijft toch wel iets blijvends wat Vrezen niet doet. Ja, wat erachter zit weten wij ook niet. Misschien traint hij niet scherp genoeg of is het toch gewoon wat, volgens mij zegt Michiel dat wel eens, van laten we maar een beetje uit de luwte. Dan zijn we voor de winterstop niet kwijt. Nou, hij schijnt een beetje eigenwijs te zijn en er is ook iets met de chemie tussen Veldwijk en Dervişoğlu. Oké, okay, ja. Ja, Veldwijk speelt natuurlijk een topseizoen tot nu toe, dus dan hou je die er gewoon in. Nou ja, ach, hij heeft wel dat doel bij Go Ahead gemaakt, maar ik ben ook nog niet overtuigd van Veldwijk. Als hij er vandaag, als hij ze alle twee maakt, dan raak ik misschien wel een beetje overtuigd. Hij scoort wel de laatste wedstrijden. Ja, hij scoort wel een hele belangrijke ook. Hij staat er toch. En de scorende spits haal je er niet uit? Nee, helemaal waar. Nee, dus laat maar staan. Ik moet je even onderbreken. Volgens mij krijgen we een bericht uit Gent. Oh, echt waar. Nou, groetjes aan Gent, hè. Dag Gent. Een beetje in zo. Zeg maar, Giel, daar zitten we dan. Sparta is begonnen. Wij zitten in de auto. Dat kan helemaal niet. Het is Interland weekend, toch? Ja, dat kan toch niet? Dan kunnen we toch niet spelen? Nee, dat kan niet. Dat kan echt niet zo zijn. Nee, ja, dat is raar. We hebben de opstelling net gezien. Verrassend? Nee, volgens mij niet. Ja, Alhaft is toch weer verrassend voor veel mensen. Ja. Maar voor de rest zag ik er weinig verrassende dingen in. Ja. Breiburg is er ook niet, hè? Nee, die is er niet. Nee, want het schijnt Interland weekend te zijn, dus het is eigenlijk heel raar dat je voetbalt. Ja, dat is vreemd. We zitten overigens in Gent. We zijn meteen in onze auto gestapt toen we van de week hoorden wat er allemaal mis was hier in België met matchfixing en scheidsrechters en coaches die worden opgepakt. Hey, we lazen ook net nog dat Lars Veldwijk zijn kindje was ziek en met ook een gerucht dat hij niet zou spelen. Ik weet niet, we zijn er niet dus dat kunnen we niet zien, maar
Zou niet leuk zijn, hè? Dat moeten we wel even. Moeten we even, ja, dat, beterschap wensen. Even beterschap wensen, inderdaad. En ik, nou, dan moeten we uiteraard nog onze prognose geven. 3-1. 3-1. Oké. Okay. Nou, helemaal goed. Ik zeg. 2-0. Oké, okay. Hoi hoi. Ja, Gerard, dan rest ons nog de voorspelling. Ik denk dat we wel een ruime overwinning gaan boeken, want Cambuur mist ook belangrijke spelers. Ja, dat is ook zo. Maar Sparta en ruime overwinningen zijn nog niet echt goede vriendjes geworden de laatste tijd. Maar ik hoop een keer nu echt een ruime overwinning. Ja, ik denk zelf toch een krappe 2-1. Ik heb er wel schik in, dus laat het maar gebeuren. En die ruime overwinning 3-0 of 4-0, wat denk je dan? 4-1. 4-1 denk je? 4-1. En wie maakt dat ene doelpunt voor Cambuur? Ik denk dat Spierings invalt en vanaf de middencirkel terugspeelt op Koremans. En dat hij in de bovenhoek vliegt. Flashback, ja. Eerder meegemaakt, hè? Ja. Maar daar gaan we maar niet meer over hebben. Voor de rest doet Spierings het altijd wel aardig. Dus... Ja, zeker, ja. 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 Oké, prettige wedstrijd. Ja, jij ook, Hans. En groetjes aan Gent nogmaals, hè. Dag, ja. Gent. Dag, Gent. Dag. Ja, bij Tienus natuurlijk. Bij Tienus. Ja, Gerard, 3 punten gehaald. Makkelijke 3-0, of niet? Ja, een degelijke makkelijke 3-0. We zaten er allebei maar 1 doelpunt naast met onze voorspelling trouwens. Ik 2-1 en jij had 4-1. 2 doelpuntjes maar daarnaast en ja, heerlijke overwinning. Ik had wel gelijk met dat Spierings in zou vallen, maar het is me niet gelukt om mijn eigen goal te schieten. Nee, daar was de tijd ook te kort voor. Ik denk als je meer tijd had gegeven, had hij het wel geprobeerd. Maar ik ben erg tevreden. Haft had het van tevoren erover. Beetje sceptisch, maar hij heeft het echt waar gemaakt. Nee, dat is waar. Ik moet Baksar halen. Ik vond Alhaft opvallend sterk spelen. Ik vond hem eigenlijk de man of the match en niet Veldwijk. Maar goed, misschien is dat een andere reden dat hij als man of the match is uitgeroepen. Maar Ilias Alhaft, ja, ik moet altijd een beetje aan de naam Ilias wennen altijd. Dat is een beetje, klinkt een beetje als een soort ziekte van. Ik stond vanmorgen op en ik heb last van mijn Ilias. Maar... Nou, in de oude Griekse literatuur is de Ilias en de Odyssee toch wel een bekend boek. Van Homerus. Praat me daar maar in de Bosselaar over bij dan, want dat is aan me voorbij gegaan in mijn leven. Nee, maar ik vond Alhaft heel goed spelen hoor. Ook de 1-0 was dat, een mooie paas van Awassar. Ja. Alhaft voorzet en ja, het is een eigen doelpunt geworden, las ik net op teletext. Ja, in de herhaling zag je ook echt dat dat klopt, ja. Ja. Maar ja, als Veldwijk er niet staat, gaat hij er ook niet in. Nee, natuurlijk niet. Nee, want hij doet het met zijn kop volgens mij nog zo. En dan komt die speler van Cambuur nog met een trap om het te voorkomen. Heeft hem wel de wedstrijd gekost ook, geloof ik. Ja, dat klopt, ja. Ja, nee, dus ja, zeker tevreden. En Duarte vond ik trouwens ook erg goed spelen. Een beetje à la Martin de Roon gisteren. Niet heel opvallend, maar heel nuttig, hoor. Okay. Hij ging aan de wandel. Ja, oké, ja. Ja. Johnny Walker heet hij zeker ook. Goed, Alhaft is opvallend goed. Vriends heerst ook weer als een koning achterin, hè? Ja, absoluut. Vriends, dat dus geeft zoveel zekerheid en vertrouwen achterin. Geen gekke dingen. En over de verdediging gesproken vond ik ook toch Dabo. Hij deed af en toe een beetje ja, gekke lange ballen die nergens over gingen. Maar hij had ook een mooie assist op Veldwijk de tweede helft. Ja, en die had er zomaar in kunnen gaan. Ik vind Dabo, ik zag ze er niks op tegen, maar laat Dabo maar staan wat mij betreft. Nou, ik vond Dabo vandaag niet heel goed hoor. Nee? Nee. Hij heeft er gekke dingen wel gedaan, maar die assist de tweede helft op Veldwijk was perfect. En ze had hij nog een assistbal. Dus ja, het is ook een wedstrijd, hij hoeft zich om verdedigen niet druk te maken. Want Cambuur had beter in Leeuwarden kunnen blijven of de afsluitdijk, denk ik. Hey, en Veldwijk alleen op de keeper af, dat is nu al 4 keer misgegaan hè? Ja, Veldwijk scoort liever uit moeilijke situaties, want die tegen Go Ahead uit was niet heel makkelijk. Maar als hij alleen op de keeper afgaat, dan doet hij het liever niet. Ik weet ook niet wat het is, maar makkelijke kansen zijn niet aan hem besteed. Nee, nou, Roda vandaag met 3-0 club gekregen, daar gaan we vrijdag naartoe. Wat verwacht je van die wedstrijd? Ja, van die wedstrijd. Roda heeft geen goed team, je moet hem gewoon winnen. Maar ja, Sparta aan uitwedstrijden blijft toch altijd een beetje lastig sinds jaar en dag. Maar er is wel vertrouwen nou in de groep en Roda heeft wel een tikkie gekregen.
Dus ik verwacht wel dat Sparta deze lijn door gaat trekken en hem toch gaat winnen daar met 0-2. Maar ja, voorspellingen kan ik wel blijven noemen, maar die kloppen de laatste tijd niet helemaal meer. Nee, maar ik denk wel dat ze voor een overwinning gaan. En ja, ook weer een jeugdspeler die inviel. Elke Chatti, ja. En, ja, je debuut met een Zwalbe. Ja, ach, het is een beetje apart, maar... Snelste gele kaart ooit, denk ik, voor een debutant. Ik denk het wel, ja. Maar hij viel prima in, hè? Hij had wel dreiging. Wel leuk. Ja, hij viel zeker prima in. Nog een kansje ook. En ja, leuk dat Verhaar ook nog even in mocht vallen. Goede herinneringen aan natuurlijk van vroeger. En ja, is het ook niet verleerd. Dus leuk dat hij nog even mee mocht ballen. En ja, Dervis Şoğlu komt er dan niet in. Zou ook wel zijn redenen hebben. Misschien ook om hem te sparen. Maar ja, dat zullen we wel aan het seizoen merken. Ik bedoel, als hij goed genoeg is, zal hij basis worden. En als de mentaliteit ook goed wordt, dan kan ik me niet voorstellen dat hij dit seizoen niet door gaat breken. Ik zeg op naar Roda en we gaan een biertje pakken. Dat gaan we zeker doen. Waar gaan we dat doen? In de Bosselaar. Bosselaar. Richard. Hey gozer, hoe is het nou? Een lekkere overwinning, of niet? Degelijke overwinning, ja. We hebben een fantastische wedstrijd gezien, dus haast niks weggegeven. Keeper goed ingevallen, vind ik, voor Kort Smit. Degelijk, hè? Lekker rustig. Koremans. Ja, Koremans, ja. Die keeper, fantastisch. Ja. Degelijk, op ballen die ogen voorzetten, die kwam, die plukte die rustig uit de lucht. Dus geeft de verdediging ook wat meer rust natuurlijk. Hè. Als je een vertrouwbare keeper hebt staan. Ridder. Hansi. Een fijne overwinning, hè? Ja, lekker. Lekker. Zag er in het begin een beetje moeilijk uit, vond ik. Ik vond Cambuur in het begin toch nog wel gevaarlijk. Echt waar, ja? Ja, in het begin nog wel, hoor. Toch ook nog wel een paar kansjes. Halve kansjes weliswaar, maar toch. En Sparta kwam echt niet echt lekker in het spel, vond ik. Veel balverlies. Hey, Alafs deed opvallend goed vandaag, hè? Ja, goede assist. Nou, je hebt wel goed gedaan, ja, inderdaad. Ja, ja, ik weet niet van wie je het gehoord hebt, maar ik ben het een beetje eens. Ik zei het ook meteen. Ik zeg, het is eigenlijk de eerste keer dat ik hem echt goed heb zien spelen. Ik zeg van, nou ja, zo willen we het graag zien van je. Het was heel goed, dreigend. Heeft goede snelheid, maar dat wisten we al. Maar ja, doet er dan ook eens een keertje wat nuttigs mee. Dat deed hij vandaag allemaal. Nee, helemaal goed. Ja, de man voor mij dan, de man van de wedstrijd. Maar ik vond de rest ook heel team van elkaar gewoon goed spelen. En Veldwijken was natuurlijk de man van de wedstrijd. En terecht. Ja. Ja, ik vond hem opvallend snel ineens. Ja, hij is sneller dan je denkt. Hij oogt langzaam, maar hij is best wel snel, hoor. En hij is sterk, hè, in de duels. Elk duel wint hij gewoon. Maar hij maakte twee. Hij had er nog één of twee kunnen maken. Nee, hij was geweldig. Echt genoten vandaag. Nee, er zit zoveel rek in dat team nog. Je hebt zoveel spelers die in kunnen vallen, die ook gewoon goed invallen. Het is gewoon geweldig. Het kan alleen maar beter, zou ik zeggen. Nou, in de uitwedstrijden nog. En we maken stappen, Hans. We maken stappen, ik vind wel. Ja, ik was altijd een beetje sceptisch over het systeem. Maar als we het nu spelen, net zoals we in de tweede helft spelen, dat zie je helemaal niet meer. Het werd heel vroeg vastgezet, heel hoog gedekt en zo. Dus dat was goed. En als we dat maar vasthouden, dan komen we er wel. Dan zie ik het zonnig. En van Verhaar goed invallen. Dat laatste 6 minuten of zo, wat hij meedeed. Ja, maar wat hij deed, was gelijk één vent van de keeper gezet. Door één man van de keeper gezet gelijk. Door een schitterende beweging ook weer. Typische Verhaar-actie weer. Van genoten. Ja, dus, En we hebben weer een surprise, hè? Hoe heet hij ook alweer? L-A-L-L? El Kachati, ja. Ik zeg El Kachi, maar El Kachati. Godverdorie. Voorin liggen de problemen niet, hoor. Wat een lekker voetballetje is dat. Ik had hem nog niet gezien. Jij? Jong Sparta. Ja, dat vermoed ik al. Daar dacht ik het al. Dus jij was niet helemaal verrast, of wel? Nee, een goed spelertje. Ja, daar gaan wij nog veel plezier van beleven. Nou, komende vrijdag Roda. Die heeft net met 3-0 klop gekregen van Eagles. Wat verwacht je daarvan? Ja, ik denk dat ze wel winnen, degelijk. Ja, ik denk het wel. Zoveel vertrouwen nu getankt hebben. En het gaat steeds beter lopen. Nou, vrezen weet ook precies nou wel hoe of wat. Ja, ik denk, ik heb goed vertrouwen in, ja. Beter als de week daarvoor. Ja, ik denk het wel. Maar volg ik Roda niet zo. Maar als wij zo spelen als vandaag, dan heb ik een goede hoop op jou. Ik ben optimistisch gestemd, Hans. Ja, laat dat donkere en natte, koude vrijdagavond erbij komen.